We zijn uitgegroeid tot inmiddels een uitzendbureau met, ik heb dan mijn aandelen verkocht, maar het is inmiddels een uitzendbureau met 85 miljoen euro omzet. En dagelijks 3000 mensen, parttime dan wel fulltime aan de slag. Dan blijf ik ook altijd tegen mensen zeggen, ja, het is ook voor jullie belangrijk een stuk uitstraling en hoe het er allemaal uitziet. Maar het begint bij jullie persoonlijke inzet. In welke ruimte je ook zit. Wij moesten keihard knokken, inventief knokken, alles geven. Voor elkaar en aan elkaar om tot dat resultaat te komen. Er waren diehard supporters bij die mij in mijn eerste week al zeiden: als jij hier een standbeeld wil, dan moet je de naam weer terugveroveren in Top Os. Zelf niet hebben. En ik vind dat ik ook het excuus van de omgeving, de onmogelijkheden, binnen realistische normen, dat ik dat wat verder nog moet opschroeven. Ik vind dat Top Os op een hoger niveau moet gaan presteren als dat we nu doen. In de Vibe Podcast hebben we iedere week een aflevering met een opvallend persoon. Wil jij ook opvallen en een verschil maken met jouw bedrijf? Ga dan naar vibemedia.nl en kijk wat wij voor jou kunnen betekenen. Vibe Media, create a brand new day. Peter, welkom in Vibe Media Headquarters. Heel tof dat je er bent. Toen wij hiermee begonnen, ik had het overigens ook al tegen een gast verteld, een paar afleveringen geleden, van nou, dan begin je al te denken, welke mensen, welke personen kunnen hier echt een hele mooie toevoeging aan zijn. Dan komen er een paar mensen in je op. En dat was jij onder andere. Dus daarom... Dankjewel. Dus daarom gelijk gebeld eigenlijk. Toen het nog in de kinderschoenen stond, eigenlijk nog steeds. Mm-hmm. Dus ik vind het heel gaaf dat jij hier bent. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En ik ben ook heel erg aangenaam verrast door wat ik hier aantref, want dit ziet er hier prachtig uit. Kijk, ja, vier van die jonge mannen, nieuw bedrijf, 2 jaar, vind knap. Word ik wel enthousiast van, inspireert me wel. Tof, ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt en dat doet mij ook natuurlijk goed. Maar jij bent ondernemer. Geweest, hè? Geweest. Ja, in principe ondernemer. Want geweest, je hebt dus communicatie gestudeerd en dan afgestudeerde Peter. Wat ging je doen? Waar lagen zijn ambities? Wat waren zijn doelen? Ja, ik weet niet of ik zo'n hele lange termijn doelen had. Misschien had ik wel iets in mijn hoofd. Overigens was dat niet het ondernemerschap. Nee. Of dat toevallig is of niet. Maar ik wilde eigenlijk een beetje mijn vader nadoen. En mijn vader had een goede baan. En die had een goed salaris, een bovengemiddeld salaris. Ik denk, dat wil ik ook. Dat ga ik ook proberen te bereiken. Snap ik. Dus ik was niet direct zo op het ondernemerschap uit. En dat is uiteindelijk heeft zich gevormd. Ik had interesse in eerste instantie in de journalistiek. Vond ik hartstikke interessant. Maar ik werd op de school voor journalistiek afgewezen. Dat was gewoon op vorm van loten. 2 keer. Dus toen communicatie gedaan. En toch wel met het idee van, oké, misschien de reclamewereld. Eigenlijk toch wel een beetje in het verlengde van wat jullie doen. Die richting. Maar toen ben ik eigenlijk per toeval direct in de uitzendbranche terechtgekomen. Dat is wel iets heel anders eigenlijk. Ja, dat kwam, ja, goed. Dat was destijds Otter Westerlaken, uitzendbureau Otter Westerlaken. Ik kende Koos den Otter goed en die wilde een eigen bureau beginnen. En ik was de eerste medewerker. En dat viel zo op dat moment zo uit. Ik zat in een moeilijke fase in die zin. Mijn moeder was net overleden. Het was een beetje een hectische situatie. Okay. En toen ben ik daar eigenlijk ingerold. Juist. En van daaruit ben ik eigenlijk mijn ondernemerschap begonnen in het uitzendwezen, werving en selectie. En heb ik jarenlang het bedrijf Hobij samen met mijn partner Han van Horen gehad. Ja. Ja, ik kan me goed voorstellen inderdaad, als je dan eerste werknemer bent, komt heel veel op je bord als het ware. Dus ik mocht alles doen, hè? Dat is het voordeel van een klein bedrijf. Jij hebt stage gelopen bij Top Os. Ja. Wij zijn maar met heel weinig mensen. Wat het hele leuke van zo'n stageplek is, zijn eigenlijk de mooiste stages bij kleine bedrijven. Ja. Want dan zit je niet ergens vastgeplakt. Nee, dan mag het is persoonlijke. En dat vond ik... Zo kennen we elkaar ook. Ja, klopt. Pap die zei toen ik stage mocht lopen, joh, je moet Top Os eens even bellen. Ja. In ieder geval. Uiteindelijk liep ik daar stage. En dat vond ik ook een van de echte grote pluspunten. Want je kan wel bij een groot firma gaan werken. Maar dan word je gezien als, noem het even, pion. Om het... Ja, ik denk dat zo is het. Ik heb bij de CAV in Veghel nog eens ooit in een grijs verleden stage gelopen. Het was dermate groot, dat eigenlijk een stagiair meer of minder, die deed er helemaal niet toe. Je liep daar als een stuk vulling eigenlijk rond. Ja, ja, ja.
Terwijl ik ook bij een klein bedrijf stage heb gelopen. En ja, dan mocht je eigenlijk alles doen. Dan was, ja, je, was je een belangrijke speler in die zin. Ja, ja. Dat vond ik, ik vond dat ook persoonlijk heel fijn. Ik heb daarna ook nog een stage gehad waar ik dat dus echt veel minder had. Dat ik bij wijze van bijna heimwee had naar Topos. Ja. Aangezien ja. Ja, je doet het toe, nou ja, je bent echt deel van een team. Klopt. Ook al was ik maar één periode daar aanwezig. Ik merkte al heel gauw mijn plek en hoe dat daar in zijn werking ging. En het is niet bewijzen van, joh, ga dit doen en succes ermee. Nee, je wordt echt meegenomen in een bepaald traject en project. En dat vond ik mooi. En ja. Toen het jaar erop moest ik een half jaar stage lopen. Ah, die bedrijfsleider, dat was niks, laat ik het zo zeggen. En dat is wel, dat was wel jammer. Ja, ja, een klik is altijd belangrijk, hè, zoals ze dat noemen, een bepaalde chemie. Het zijn een beetje modewoorden, maar daar draait het uiteindelijk wel om. Hè. Als er geen klik is tussen mensen, dan als er geen klik is tussen jullie vieren binnen het bedrijf, en je durft niet met elkaar in het diepe te duiken, zo noem ik het maar, dan wordt het lastig verhaal. Hè. Zeker. Ja, dus. Maar, hoorbij. Ja. Zeg het goed, hoorbij. Dat zeg je goed. Ja. En dus begonnen met z'n tweeën, klein bedrijf. Ja. Hoe heeft zich dat kunnen opschalen? Want hebben jullie uiteindelijk echt werknemers gehad, een groot team? Of? Nou ja, goed, het is, we zijn uitgegroeid tot inmiddels een uitzendbureau met, ik heb dan mijn aandelen verkocht, maar het is inmiddels een uitzendbureau met 85 miljoen euro omzet. En zo. Dagelijks 3000 mensen, parttime dan wel fulltime aan de slag. Meer dan 60 werknemers, eigen mensen. Dus dat is enorm uitgegroeid. Ja. En wij waren op het moment van mijn vertrek, en dan zijn we volgens mij nadien zeer zeker gebleven, of hebben we uitgebouwd, waren wij, zeg maar, van de kleine bureaus, waren we een van de grootste, zo niet de grootste. Ik denk dat we dat nog steeds zijn. En buiten de Randstad, de Tempo Teams en noem het allemaal maar op. Dat heeft zich ontwikkeld en dat begint in een omgebouwde gang. Ja. Ons kantoor was een omgebouwde gang. Dan blijf ik ook altijd tegen mensen zeggen, ja, het is ook voor jullie belangrijk een stuk uitstraling en hoe het er allemaal uitziet. Maar het begint bij jullie persoonlijke inzet. In welke ruimte je ook zit. Wij zaten in een omgebouwde gang. De lambrisering werd door mijn oom en mijn vader gemaakt. En wij vonden dat we een leuk kantoortje hadden. Ja, en we probeerden er iets van te maken. Maar het lag echt aan Han en Peter. Wij moesten keihard knokken. Ja. Inventief knokken. Alles geven. Voor elkaar en aan elkaar, om tot dat resultaat te komen. Dat is, ja, maar dat zijn ook die herinneringen van dat eerste kantoortje waar je echt op terugdenkt. Dat is het mooiste wat er is. En vooral bloed, zweet en tranen, maar we hebben gelachen. Ja. We hebben ontiegelijk moeten compenseren, want we werkten keihard, maar elke dag kwam er wel een of andere snack. Ja. Was nog een kroketje of een frikandelletje, want ja, dat hadden we dan wel verdiend, vonden we. Dat komt bekend voor, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is ja. Ja. En wij noemden dat ook altijd, wij de eerste, ik meen de eerste 2 jaar namen wij geen salaris uit het bedrijf. Nee, wij ook niet. Maar dan jullie ook niet. Maar dan betaalde meneer Hobij, zeiden we dan altijd. Dus als we iets eten gingen halen, dat deden we dan uit de bedrijfskast. Dus meneer Hobij die betaalde, dan waren we gewoon zelf. Ja. Maar dat was een beetje het lopend geintje. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Hobij? Oh, daar hebben we heel lang over gedaan, maar niks. Ik heet Bijvelds en Han heet Van Horen. Oh ja. Hobij. Oh ja. Een samentrekking van 2 achternamen. Nee, wij hebben er. Jij gaf aan hoe kom je tot Vibe Media. En jullie zitten in een andere branche. Hè. Je wilt iets creatiefs neerzetten. Ja. We hebben er heel kort over gedaan. Ja, we doen gewoon een samentrekking van de beide achternamen. Die zie je ook niet veel. Ik weet nog dat er was een bedrijf Homei in onze tijd, weet ik. Maar verder was er niet veel. Dus we denken Hobij en we gaan ervoor. Ja. Ja, als wij dat zouden doen, dan zit je met Pi, V, Sl en A. Ja, dat werkt niet als bedrijf. Het is wel een unieke naam, denk ik. Ja, dat sowieso. Ja, dus. Maar ja, wat ik dan vooral echt leuk vind om te horen, is dat, en ik denk dat dat ook heel gaaf is, en dat vind ik ook wat vaak onderschat wordt, juist dat traject. Je hebt een bepaalde visie. Nou, dat zou dus bijvoorbeeld zijn, Hobij moet zo groot worden. Maar dat traject, dat naartoe, dat is werelds, om het zo maar te zeggen. Dat is mooi. En dat is een heel, heel mooi traject, ja. Dat klopt. En de vraag is, jij vroeg net over doelen stellen. Ik ben nu 55. En ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Sterker nog, ik weet wel zeker dat ik dat niet heb. Maar ik heb wel een bepaalde manier van denken. En het is al best lange tijd, is het heel erg modern en doordacht en zakelijk om te zeggen dat je een lange termijn visie hebt. Ja.
Ik ben het er niet mee oneens. Alleen ik ben wel van mening dat je de lange termijn visie behaalt door continu te voldoen aan een kortere termijn visie. Ja, daar ben ik ook wel. En het wordt nog wel eens vaak, die stip aan de horizon, nee, die moeten we continu in acht nemen. Ja. En wordt er eigenlijk in dat tussenliggende fase, wordt er een heel veel vergoeilijkt of wordt eigenlijk, ja, maar in het licht van. Ja. Nee, het gaat ook om het hier en nu. Ja. Dus je behaalt je lange termijn visie door ook korte termijn. Ja, de milestones visie. Eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat die uiteindelijk nog belangrijker zijn, want die lange termijn visie, die kan zo snel veranderen. Ja. En die moet je ook durven veranderen. Geldt voor jullie bedrijf, geldt voor elk bedrijf. Ja. Je moet durven zeggen, hé, wat we 3/4 jaar geleden tegen elkaar zeiden, blijkt nu onzin te zijn. Ja. Stop, anders doen. Ja. Ja, eens. De wereld is natuurlijk ook continu in beweging. Zeker. En die milestones inderdaad, dat is belangrijk. En vooral wat wij ook, Bart Hermsen, dat is een business developer, die helpt ons ook. Okay. En die zegt ook, oké, je hebt bepaalde doelen, maar we gaan ze nou eens opbreken. Dus niet, oké, dat is het doel, daar gaan we voor. Ja, daar ga je gewoon blind schieten. Ja. Laten we een stapje terugnemen. Oké, we hebben het doel. Wat heb je daarvoor nodig? Heb je dan bijvoorbeeld deze financiële aspecten heb je nodig? Oké, maar hoe moet je die, of hoe kan je die behalen? Nou, dan heb je dit. Nou, uiteindelijk, stapje voor stapje, ga je dus naar het begin waar je nu staat. En dan heb je eigenlijk een beetje wel een soort rode draad van, oké, we hebben dit nodig voor het volgende stapje. Vind ik mooi dat je zegt, dus doelen en een rode draad. En daar zijn ze exact voor bedoeld. Maar uiteindelijk, hè, en dat is mijn mening, is jullie uiteindelijke doelstelling dat jullie individueel en collectief alles uit jezelf en uit elkaar haalt. Ja. Als je dat doet, is het eigenlijk altijd goed. En als je dat niet doet, is het eigenlijk altijd fout. Want er zit er altijd meer in. Ja. Zo eenvoudig is het eigenlijk en zo moeilijk is het ook. En als dat betekent dat het eindresultaat X is, maar je hebt dat gedaan, je hebt alles uit elkaar en uit jezelf gehaald, dan is het dat. Ja. En met der tijd, als het goed is, kun je dat doel steeds hoger stellen. Zeker. Want je wordt beter, normaal gesproken. Hè? Ja. Ik mag hopen dat ik in de 30 jaar die er tussen ons tweeën ligt, dat ik iets geleerd heb. Ja. En dat hoop ik voor jou in de komende 30 jaar ook. Ja, ik hoop het ook. Je leert ook hoe het niet moet, overigens. En op een gegeven moment kom je weer in een fase dat je op mijn leeftijd, dat je dingen, dat je aan het eind van je vermogen komt, ook in de passie en in moet langer recupereren. Hè? Je bent een topsporter, je kunt nog steeds topsporten, alleen je hebt vaker rust nodig. Ja, ja. Die fase zit ik nu. Ja, ik vind het is mooi dat je dat zegt. En wat dat betreft vind ik inderdaad ook die milestones heel belangrijk. Ja. Maar ja, dus topsporten, top os. Ja. Want, nou, hoebij, jij hebt het verkocht uiteindelijk? Of ja, aan mijn compagnon. Ja. En dan word je directeur van, of hoe is dat gekomen? Ja, nou goed, Han en ik, dat was mijn compagnon, die heeft altijd geweten, Han, ik vind het hartstikke mooi, maar het betaalt voetbal, sport in zijn algemeenheid en mensen trekken me. Ik word enorm, ik word warm van voetbal en van mensen. Ja. In de andere volgorde overigens. Ja, okay. Eerder mensen en dan voetbal. Maar dat moet ook mijn meerwaarde zijn in het voetbal. Maar uiteindelijk, hoe komt dat? Omdat ik er toch naar op zoek ben gegaan. Ja, okay. Ik heb een zelfstudie sportpsychologie gedaan. En ik was heel erg getriggerd door het feit dat ik vond en vind dat er in de voetbalwereld vaak veel te weinig uit mensen wordt gehaald. Er wordt wel naar de voetballer gekeken. Ja. Maar er wordt bijna altijd gedaan, ik zeg het maar een beetje gekscherend zo, alsof de mens een onderdeel is van de voetballer. Ja. Maar het is andersom. Ja. De voetballer is onderdeel van de mens. En zo heb ik het altijd benaderd. En zo ben ik eigenlijk via Fons Groenendijk destijds bij FC Den Bosch terechtgekomen. Die had wel vertrouwen in de manier waarop ik naar processen keek. Mijn visie op een aantal zaken. En in diezelfde periode, dat is dan het toeval. Je gaat ergens naar op zoek. Mm-hmm. Kwam FC Den Bosch in heel zwaar weer terecht. Ja. Ofwel een faillissement of doorgaan. Nou, er moest doorgegaan worden, maar dan moest er een nieuwe tweehoofdige directie gevormd worden. En daar ben ik toen voor gevraagd. Mm-hmm. En dat heb ik 3 jaar gedaan. Zo ben ik eigenlijk in de voetbalwereld gerold. En van daaruit ben ik toen weer gevraagd door Top Os. Ja, de concurrent als het ware. Voor mij geldt dat minder, maar voor de Ossenaar en de Bossenaar wel. Hè? Want ik hoor je ook een grapje maken dat je een Bossen collega hebt. Ja, ik word ook wel eens ooit een Os en een Bossenaar genoemd. Ja, dat is absoluut niet waar. Ik kom uit Veghel. Ik ben een Veghelnaar, daar hebben ze wel gelijk in. Ja. Maar die rivaliteit geldt voor mij minder. Maar dat de rivaliteit tussen Os en een Bosser is, op supportersniveau, op ondernemersniveau, is dat weer een totaal ander verhaal. Zeker. Dat is absoluut waar. Ja, dat is waar. Maar ik heb daar eigenlijk zelf, want er wordt me heel vaak gevraagd,
niet of nauwelijks last van gehad. Nee. Nee. Nee, oké. Okay, ja. Nee, ik kan niet zeggen dat mensen... Wel eens ooit, ja, die in Bolsonaro. Ja, maar dan meer in de gekscherende sfeer. Ik vind het prima. Ja, nee, ja, het was wel grappig. Vorige week zat hier ook een jongen uit Den Bosch. Die zei ook... Ja, Os, Den Bosch. Ja, ik kan niet verwachten dat ik hier zo ga zitten. Ook een beetje zo'n geintje. Ik vind toch ook wel buiten de voetbalbranche. En zie je dat soort ongein overal wel is. Tuurlijk. En ik vind ook gezonde rivaliteit helpt alleen maar. Ja, maakt het alleen maar leuk, joh. Zeker. Ja. Maar goed, uiteindelijk overstap gemaakt. FC Den Bosch, Topos. Ja. Of toen nog... Was het toen nog? Nee. Ik denk dat als je supporters vraagt... als ze al vinden dat ik een prestatie heb geleverd... dan is het feit dat ik de naam Topos heb terug weten komen. Want er waren diehard supporters bij... die mij in mijn eerste week al zeiden... als jij hier een standbeeld wil... Dan moet je de naam weer terug veroveren in Topos. Nou, ik heb nog steeds geen standbeeld gezien, verdomme. Nee, maar het is wel zo dat ik de naam weer terug. Ja, ik denk dat dat een heel mooi punt is geweest. Vooral voor die supporters. Want dat is toen heel erg... Ik denk dat dat het meeste tot de verbeelding spreekt. Misschien wel. Alhoewel, je moet je aan hun vragen. Maar. Ja. Ja. Nee, want ik vond wederom de sfeer bij Topos vond ik... hoe ik er dan tegenaan keek was... Ja. Oké, okay, voetbalclub. Hoe zit dat? Ik zit zelf helemaal niet in de voetbal. Weet je ook. Altijd jarenlang gehockeyd. Echt ballenverstand van voetbal. Dus dan rol je daar een keertje in. En ik vond dat zo... Vooral hoe dat daar in dat kantoor ging. En dan ook met andere stagiaires en de werknemers. Dat was eigenlijk in zekere zin hartverwarmend. Iedereen kent elkaar. Ja. Het is niet te gek. Het is gezellig. Het is... En dat vond ik... Vond ik heel mooi om te zien. Een beetje dat teambuilding aspect. En was dat toen ook... Je kwam daar als nieuwe directeur. Ja. Is dat dan een van de eerste dingen die je dan bijvoorbeeld oppakt? En gelijk, ik wil eerst een teambuilding, vooral intern, moet op orde zijn. Nou ja, goed. Wat ik in ieder geval wil is... Ik wil een hele mensgerichte visie. Ja. En ik wil dat mensen aan het plafond van hun vermogen zitten. Daar is eigenlijk mijn visie, daar zijn mijn spelintenties, maar ook voor kantoor, daar zijn mijn intenties op gericht. Ik wil dat mensen aan het top van hun vermogen zitten. En dat vermogen wil je natuurlijk steeds verhogen. Dat is waarom ik dat maakt mij enorm enthousiast. Ja. Dat is ook wat me eigenlijk ook bijna altijd wel lukt. Mm-hmm. En daar ben ik mee top, als ben ik mee aan de slag gegaan. En nu zit ik er 7 jaar. Zo snel gaat dat, 7 jaar. En ik vind het wel mooi, want op een gegeven moment bereik je iets wel en je bereikt dingen niet. En ik heb nu weer het gevoel, maar dat heb je vaker, want dat heb je in een bedrijf ook, dat we weer op dat we weer toe zijn aan een vervolgstap, een volgende punt. Okay. En dan kom ik even bij mezelf persoonlijk terug, Marnix. Ik had... toevallig afgelopen zaterdagochtend een gesprek met mijn vader, die is 84. Okay. En het was eigenlijk een heel... wij praten niet, wij kunnen heel stil zijn samen. Dat verwachten mensen bij mij niet, maar dat is wel zo. Ja. Maar nu hadden we een heel indringend gesprek en op enige moment zei ik tegen mijn vader, ik zeg, pap, ik ben jou eigenlijk heel erg dankbaar voor iets wat jij mij mee hebt gegeven. Wat ik vind dat jij... mijn vader zelf nog meer heb dan ik. Mm-hmm. Maar ik heb er eigenlijk ook mee gekregen, zeg ik. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Ik laat me er ook vaak op voorstaan dat ik dat heb. Ik zeg ook altijd dat ik dat een kwaliteit van mezelf vind. Maar dan ga ik toch wat verandering in brengen. Oh, zegt hij, wat bedoel je dan? Ik zeg, nou, een kracht van mij is en van ons is... dat we altijd weten te roeien met de riemen die we hebben. Okay. Dus met andere woorden, dat vind ik ook dat ik bij Top Os realiseer... Ik weet eigenlijk een prestatie neer te leggen die gezien de mogelijkheden die wij hebben, best een goede prestatie is. Juist. Zeg ik in alle onbescheidenheid. En je ziet ook in alle fronten, dat is een feit, dat we de laatste 7 jaar op alle fronten gegroeid zijn. Ja. Voetbal inhoudelijk, commercieel, op alle fronten. Juist. Echter, wat ik anders wil gaan doen is, ik ben nu 55, ik wil toch eens kijken of ik andere roeispanen kan krijgen. Juist. Of ik wellicht een andere boot kan creëren. Want dat is natuurlijk wat er aan vast zit. Dat je als je altijd kunt roeien en wilt roeien met de riemen die je hebt. Dan het hele positieve is dat je met die situatie aan de gang gaat. En continu het positivisme vindt om dat op een hoger niveau te brengen. Het nadeel is
dat je misschien soms vanuit die situatie denkt, ja, maar dat gaan we niet doen, want dan leg ik de lat dermate hoog, ja, dat we hem niet gaan halen en dat we in de, dat we in het niks terechtkomen. Ja, precies. Ik vind dat ik persoonlijk en ook de club op alle fronten de lat hoger moet gaan leggen. Okay. En ik heb het altijd over het feit, de voetbalwereld heeft het over de grote excuuscultuur. Hij deed het fout en daarom is het niet goed gedaan. Juist. Ik hou niet van excuses. Nee. En die wil ik ook voor mezelf niet hebben. En ik vind dat ik ook het excuus van de omgeving, de onmogelijkheden, binnen realistische normen, dat ik dat wat verder nog moet opschroeven. Ik vind dat Top Os op een hoger niveau moet gaan presteren als dat we nu doen. Juist. Meegenomen wat ik zeg over die laatste 7 jaar, want dat is ook gewoon eerlijk. Als tegenstanders van mij, die worden om de oren geslagen met alle resultaten die er in de laatste 7 jaar ja, zijn. Ik zeg niet dat ik tegenstanders heb, dat weet ik ook niet. Maar mijn tegenstanders zou ik daarmee om de oren kunnen slaan. Ja, ja, dat feitelijk. Ja, ik vind twee dingen vind ik vooral mooi, omdat jij aan het begin zeg jij, ik wil de mensen aan de top helpen. En dan heb je Top Top Os. Dat vind ik een hele leuke connectie. Ja, ja, ja. En wat ik ook vooral heel mooi vond bij Top Os. Ja. En volgens mij zijn daar ook wel een beetje de meningen verschil. Zijn er verschillende meningen over. Mm-hmm. Want Top Os is wel toch wel de underdog in bepaalde dingen. En dat leefde zo erg mee tijdens die periode dat ik daar zat. En nog steeds, denk ik. Maar goed, dan maak je het zelf mee. En dat was echt... Dat was genieten. Dan had je weer tegen iemand en die stond tweede volgens mij. En wij stonden in het rechterrijtje. Ik wist overigens helemaal niet wat het rechterrijtje was. Maar ja, dan... Ja, dat is rechts van het midden. Ja, ja. Dus dan zie je van... Oké, we staan dus eigenlijk een beetje in het negatieve rijtje. Ja, ja, ja. Je wil het matige rijtje. Ja. En dan op een gegeven moment hadden we van die nummer 2 volgens mij gewonnen of iets. En dan sta je ineens in het linkerrijtje naar die ontlading die er kwam. Nou, dat vond ik, ja, dat is dat mooi vond ik zo mooi. Dat is mooi om te horen. Dat is leuk in deze podcast. Dan wil ik mijn supporters ook wel, want daar zit het hem in. Ja. Kijk, het zit hem in die tweedeling zitten. Ja. Dat wij intern de lat heel hoog leggen, dat is wat ik eigenlijk wil. Maar dat voordeel van die underdog moet je niet weggooien. Nee. En ik vind soms wel eens, dat geldt ook voor onze supporters. Sorry, supporters. Maar help ons een beetje. En vier de overwinningen is wat uitbundiger. Ja, ja. En leid de nederlagen is iets minder. Iets minder leed. Het is heel typisch bij ons. Grappig. Het is altijd grappig. Bij supporters zeggen bij ons altijd, ja, maar het is slecht en dat moet ook gezegd kunnen worden. Ja, ja, grappig, ja. Ja, maar ik zou eerder willen zeggen, het is goed en dat moet ook gezegd kunnen worden. Ja, want onze supporters hebben er meer moeite mee om te zeggen na 5 overwinningen, geweldig. Ja. Als na 3 nederlagen, het is kloot, hè. Ja, maar dat vinden ze veel makkelijker dan altijd. En dan moet je eigenlijk, als je meer wil winnen, moet ik die cultuur omzien te slaan. Ja. Moet ik meer trots zien en moeten mensen meer... We gaan zeggen, hey, we kunnen wel verliezen, maar wij zijn een mooi clubje. Elke wedstrijd die we winnen, yes, yes, yes. Ja, dat moet erin precies zitten. En ik vind dat ook een van de... Wat ik ook jammer vind, is als iemand... Je hebt 10 acties en hij doet het 8 keer goed. En die 9e keer gaat fout, dan wordt hij 9e keer herinnerd. Of herinnerd. Ja. En dan wordt hij daarop afgereden. Terwijl ik dan denk, van, ja, maar hallo. Hij heeft die vorige 7 keer of 8 keer heeft hij toch gewoon goed gedaan. Maar niks. Eén ding staat voor mij is een paal boven water. En misschien heb ik ongelijk. Maar als ik ongelijk heb, dan blijf ik lekker de rest van mijn leven nog ongelijk hebben. Voor mij staat als een paal boven water dat je met positivisme en het durven te denken in krachten en het durven mee te doen aan processen, ook als ze moeilijk lopen, dat uiteindelijk tot het meeste succes leidt. Ja, daar ben ik het helemaal eens. En negativisme, wat veel makkelijker is, zeker, wat veel handiger is en je ook buiten het proces plaatsen en het beoordelen en het veroordelen, is veel makkelijker, leidt altijd tot minder succes. Stel nou dat ik ongelijk heb, zeg ik wel eens ooit bij mezelf, nou prima, blijf ik het toch zo doen, want ik ben veel liever positief dan negatief. Ja, dan zijn we samen ongelijk. Ja, dan laten we maar lekker. Iemand die ik veel van, die zei altijd, ach Peter, ik heb zoveel fouten gemaakt, ik ben nu 60, ik heb zoveel fouten gemaakt. Maar voorlopig gaat het nog niet zo slecht. Ik denk dat ik zo doorga. Ja, dus. Mooi. Ja, wij hebben het ook altijd over. Ik vind ook, het is misschien cliché, maar ik vind, zijn het fouten of zijn het leermomenten? Want ik vind dat je juist uit dat soort tegenslagen, die trial and errors,
Mm-hmm. Daar sta je dus uiteindelijk weer op van. En dan heb je, daar leer je ervan, oké, waarom is het dus nou fout gegaan? Waarom heb ik deze nederlaag geleden? Hoe kan ik dat voorkomen? Ja. En ik denk als je die visie hebt van, goh, ik sta erop, ik kijk achter me, ik zie wat er gebeurd is, maar ik ga nou weer verder met mijn milestones. Ik denk dat is inderdaad veel sterker. De grootste nederlagen, de pijnlijkste nederlagen, de grootste tegenslagen vormen in een goede organisatie en bij een goede leider de kiem tot een groter succes. Ja. En over cliché gesproken, kijk, het is een cliché omdat ze vaak waar zijn. Hè? Ja. Daarom noemen we het een cliché. Ja, ja. Dat is mede een reden waarom we het een cliché noemen. Zeker. Ik vind, zie jij jezelf ook echt als een leider? Of hoe, als je dan naar jezelf kijkt? In de zin van dat ik een ieder leider vind van zijn eigen, zijn, zeg maar. Dus in die zin zie je... En ik zie me... Ja, ik zie me overigens... Het antwoord is ja. Ik leid, ik geef leiding aan toppels. Mm-hmm. En als mijn manier van leiding geven en mijn manier van gedrag niet goed zijn, structureel, mm-hmm. dan heeft dat een impact op de organisatie. Ja. Ik zeg erbij structureel, want je gedrag is nooit altijd goed. En iedereen maakt fouten. Het gaat er hooguit om je fouten te beperken. En wat ik nog belangrijker vind, is dat je fouten op een hoger niveau gaat maken. Ja. Want je blijft namelijk fouten maken, alleen op een hoger niveau. Als wij in de Eredivisie komen te spelen, en daar wil ik naartoe, dat is mijn ambitie. Dan zal je daar ook weer fouten gaan maken. Zeker. En het laatste is, kijk, ik vind altijd ambitie. Je ambitie mag je heel hoog stellen. Mm-hmm. Maar daar wordt wel vaak mee verward. Als je dus zegt dat je ambitie is in de Eredivisie. Dan wordt er nader aan gezegd, ja, is niet reëel. Want ambitie is, er zit een vorm van dromen in. Ja. Er zit een vorm van het hoogst bereikbare halen binnen. Nou, en dan denk ik altijd maar zo. Dordrecht heeft ooit Eredivisie gespeeld. Vanuit een organisatie die veel minder was als die van ons op dit moment is. Dus who knows? Wie zou het zeggen? Why not, inderdaad. Ja, en Eredivisie is precies hetzelfde als die doelen waar we het over hebben gehad. Het is de rode draad. Ja, en weet je wat het is? Als jij kunt promoveren door bij de eerste acht te eindigen in onze competitie, hè? Ja. Dan zit je in die laatste groep. Dan moet je er allemaal winnen. Ja, maar dan ja. doe je mee in promotie. Op dat moment. Zo heet, daar zijn de play-offs voor ontwikkeld. Ja, promotie. Ja. Dus ja. En dat dan, en dan kom ik bij het laatste terug. Uiteindelijk, we zijn nu aan het seizoen bezig, meet je af of je redelijk aan het plafond van je vermogen komt. Ik gebruik het woordje redelijk. Aan de top van je vermogen komt. Ik gebruik het woordje redelijk, want ik heb nog nooit meegemaakt dat ik aan 100% van mijn vermogen zit. En als je daar zit, zit je daar maar heel kort, want dat bestaat namelijk niet. Het gaat erom, om zo dicht mogelijk naar die 100% toe te zitten. Want op het moment dat je de 100% zit, zit je de dag erop, zit je nog maar op 99%. Ja, want dan is je vermogen gestegen. Ja, zeker. Dus ja, zo denk ik, zo wil ik denken. Alleen ik wil... ik wil me minder... Ik wens mezelf minder toe dat mensen mij terug willen houden in mijn ambities. Mm-hmm. En dan erbij zeggen dat luchtfietserij is. Ja. Ja, een ambitie heeft altijd iets van luchtfietserij. Ja, nou ja, zeker. Maar ja. Het is ook ergens op gebaseerd. Het kan zo weer dichterbij komen. Hè. Wij willen elk seizoen play-offs halen. En wij stonden op een gegeven moment 18e of 19e. Mm-hmm. Lachwekkend, play-offs halen. Dan win je 5 op een rij. En moet je nog 1 winnen en dan ben je erbij. Ja. En iedereen ziet je al in de play-offs. Ja. Dan verlies je weer 3. En dan is het weer een illusie geweest om de play-offs te halen. Alles is een beetje waar en alles is ook een beetje onweer. Ja, onwaar. Is dat is ook het mooie van de voetbalrij. Ja. Het zijn dagwinsten. Ja. En ik weet dat als wij aan het plafond van ons vermogen zitten, redelijk aan het plafond van ons vermogen zitten, dan doen wij tot de laatste dag in ieder geval mee om play-offs. Maar dat is niet zo makkelijk gezegd. Nee. Dus op dit moment zitten we niet helemaal aan het plafond van ons vermogen. Nee dat is terecht. Dat klopt. Nee, maar het is ook lastig. Hè. Je hebt een heel team. En die moeten allemaal aan hun plafond zitten. Ja, maar het gaat er ook dan ook weer over. In hoeverre is dat verwijtbaar? Ja. Je moet daar reëel naar kijken. Dat hoeft een supporter van mij niet te doen. Hè? Nee. Maar dat is zijn taak niet. Hè? Mijn taak is om te filteren. En ervoor te zorgen dat wij zo dicht mogelijk aan dat plafond komen. En dat helpt niet om dan een prestatie verder naar beneden te brengen. Mm-hmm. Dan hij daadwerkelijk is, omdat het resultaat tegenvalt. Dat was bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Excelsior. Dan gaan we toch nogal voetbal inhoudelijk.
Ja, dat was de manier van voetballen, ja, zoals ik hem graag zie. Zoals wij hem graag zien. Leidt dat tot het juiste resultaat? Nee. Maar dat heeft ook vele oorzaken. Dat voert te ver. Maar dan is het niet aan mij. Een supporter mag dan zeggen, ja, kan allemaal wel zo zijn, maar we hebben gewoon weer met 1-3 verloren. Ja. Ja, dat klopt. Zo mag hij denken. Maar zo mag ik niet denken. Nee. Ik moet daar meer over. Ja, dan kan ik net zo goed bij hun op de tribune. Kan ik net zo goed ook mee gaan doen en mee gewoon mijn oordeel op afstand geven. Ja, ja, ik vind dat mooi dat je dat zegt, inderdaad. Ja. En ik denk dat dat ook wel een sowieso ook misschien wel mooi is om af te sluiten. En ook voor. Ik denk dat het ook voor individuele. Jezus, je weet wat ik bedoel, werkt. Ja, individuen. Ja. Ja, ja. En dat. En het mooie is dan, oké, probeer jezelf natuurlijk naar je plafond te werken. Maar probeer ook de mensen om je heen en naartoe te werken. Want ik denk dat dat ook 1 plus 1 is 2 is. En dat je dan nog hardere stappen kan gaan zetten. De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Zeggen, ja, dit is het. Het gaat er uiteindelijk om. Als jullie hier met z'n vieren zijn. En er is er 1 bij die aan de top van zijn vermogen zit. Maar dat zorgt ervoor dat de andere 3... 10% onder hun vermogen zitten, dan win je niet veel aan. Nee. En uiteindelijk, als je zelf niet helemaal aan de top van je vermogen zit, maar jij weet de andere 3 aan hun top van hun vermogen te brengen, ja, dat ben je al een heel eind. Hè? Dat is mooi. Dus uiteindelijk is dat wel de essentie van ook wat jullie hier doen. En dat wens ik jullie toe in deze hele moeilijke tijden. Want dat zijn het. En dat vind ik eigenlijk wel in het voorgesprek, als ik daar een beetje mee mag eindigen van mijn kant uit, dat raakt me dan wel. Tussen aanhalingstekens raken. Mm. Maar jullie zijn hier 2 jaar aan de slag. Enthousiast. Eigenlijk vind ik in mijn ogen vrij uniek. Vanuit school. School. Een visie hebben. Een plan hebben. Een uitdaging hebben. Ja. 2 jaar aan de slag. Dit al opgebouwd hebben. En dan hoor ik van jullie dat corona jullie heel hard treft. En dat er voor jullie eigenlijk geen steunmaatregelen zijn. Omdat jullie buiten alle potjes vallen. Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn, denk ik dan. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Dat raakt me dan. En dat vind ik eigenlijk onterecht. Maar ja, het is natuurlijk een hele onoverzichtelijke, moeilijke situatie. En wij zijn niet de enige overigens. Nee. En ik begrijp ook de problematiek vanuit de regering en vanuit de overheid. En zeker. Dat begrijp ik ook allemaal nog wel. Want het is weer heel makkelijk negatief oordelen. Ja, precies. Maar uiteindelijk, ik denk niet als je weldenkende mensen van de overheid dit zien dit. Mm. Dan denken ze ook, dit klopt eigenlijk niet. Nee. Dat denk ik dat ze zullen vinden. Alleen, dan moet er ook nog een regeling komen die ervoor zorgt dat het opgevangen wordt. Nou, laat ik dan voor jullie hopen dat daar ook nog een wijziging komt. Want de wereld wijzigt dagelijks. Ja, daarom. En inderdaad, wat jij ook al zei. Wij zijn natuurlijk ook aan het roeien met de riemen die we hebben. Ja. En dat is ook wel een kwaliteit van ons. Kijken, wat hebben we nou? Hoe kunnen we daarmee omgaan? En hoe kunnen we daarmee doelen stellen en ernaar streven? En dat doen wij ook. En daar vandaaruit is deze podcast ook ontstaan. En zoals ik al vertelde. Ja. We hebben ook echt een goede achterlinge gedachte met die podcast. Ja. En vooral dit soort verhalen, motiverende verhalen. En ook de afleveringen hiervoor over ook iemand realiseren van kijk eens wat ze hebben meegemaakt. Kijk eens hoe zij erin staan. Om zo ook vooral in deze tijd. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het nou lastig hebben. Net een beetje dat kleine stukje inspiratie te geven. Van luister eens even. En natuurlijk is het lastig, wij hebben het ook lastig. Maar aan de andere kant, we hebben dit opgezet inderdaad. We kunnen hier zitten, we kunnen dit realiseren. En dat mag ook gezegd worden, vind ik. Nou, Marx, om even in die beeldspraak te blijven. Je hebt het over, inderdaad, ik zei roeien met de riemen die je hebt. Als jullie op dit moment roeien met de riemen die je hebt, dan is het fantastisch. En ik wens jullie toe dat je binnenkort weer aan de roeiboot kunt gaan werken. Want dat is op dit moment lastig. Ja. Je moet wel roeien met de riemen. En dat is de realiteit van het moment. Zeker. Je kunt ook niet altijd ijzer met handen breken. Hè. Ik word altijd een beetje moe van mensen die zeggen, als je het maar heel graag wil, dan lukt alles. Ja. Nou, ik kan nu nog willen dat ik minister-president van Nederland word. Maar ik zal jou vertellen, ik wil het trouwens niet. Nee. Maar het gaat me ook niet lukken. Nee. En het gaat me ook niet meer lukken om net zo goed te voetballen als Messi. Gaat me ook niet lukken. Kan ik vanaf vandaag alles weer erop zetten? Het gaat me niet lukken. Nee, dus dat vind ik onzin. Daar eens, hou ik niet van. Eens. Ja, het ligt eraan wat je ambitie. Het is per ambitie. Ja. En dat vind ik, als je heel graag rechter wil worden, en je wil dat, dan moet je veel leren. En dan vind je het ook leuk. Precies. Om te leren. En maar dan is het nog geen garantie dat je het altijd wordt. Zeker. Maar je kan wel, je kunt wel altijd voor de top van jouw vermogen gaan. Je kunt wel altijd zeggen, ik heb eraan gedaan wat ik er menselijkerwijs binnen mijn vermogen aan kon doen. Als je dat doet,
Dan kom je ver. Dan haal je je beste resultaat. Ja. Uiteindelijk. Ja. En waar dat precies ligt, hangt ook van de concurrentie af. Want dat weet je niet. En ik denk ook, als je dat doet, kom je ook weer op een bepaald pad wat schikt voor jou. En dan ben je inderdaad misschien geen rechter geworden. Nee. Maar misschien ben je op dat traject op een heel ander pad gekomen. Maar ja. Weet je wat jou is gebeurd? Je begon als ondernemer en uiteindelijk ben je toch directeur geworden en je zit nou op je plek. Het grappige is dat ik via een lange omweg ben ik eigenlijk wel in de wereld. Heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat is mooi. Maar dat ging niet in één rechte weg daar naartoe. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat is precies. Ja. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is van als jij. Je, natuurlijk heb je een wil, maar als jij zorgt dat je er alles uithaalt wat je kan doen. Mm-hmm. En je kan erop terugkijken op een positieve manier. Dan kom je ver, laat ik het zo zeggen. Zover als je op dat moment zelf kan komen. Ja. En dan hebben we allemaal ergens ons plafond. Ja, dat vind ik mooi gezegd. En ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is. Dus ik wil jou heel erg bedanken, Peter. Voor de mensen, kijk ook even Top Os op Instagram, LinkedIn. Nou, eigenlijk alle socials waar je het op kan volgen. Ja. En ik vond het een hele leuke aflevering. Ik heb ervan genoten. Ik heb met een heel mooi luisterend oor naar jouw verhalen geluisterd. Okay. Het heeft mij ook gemotiveerd. En ik hoop dat ook de mensen thuis kan doen. Dat hoop ik ook. Want daar is de camera. Hè? Nou, dan hoop ik dat de mensen thuis het ook een leuke podcast vonden. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Heb ik al tegen jou gezegd. En ik wens jullie ook heel veel succes met jullie mooie initiatief. Absoluut. Dankjewel.